De brandweer probeert iedereen op tijd weg te krijgen voordat de vlammen komen. En dat is hard nodig, want door de harde wind verspreidt het vuur zich razendsnel. Diez minuten, ya teníamos el fuego encima. El humo, se puso todo el cielo negro, se oscureció todo. El viento parecía un huracán, era como estar en el infierno. De bosbranden woeden in het Zuid-Amerikaanse land Chili. Vooral in het midden van het land, in de regio's Valparaíso en Viña del Mar, zijn tientallen grote branden. De afgelopen dagen zijn dorpen en woonwijken helemaal afgebrand. Honderden mensen raakten gewond en zeker 50 personen hebben het niet overleefd. Tientallen mensen worden nog vermist. De Chileense president maakt zich grote zorgen. Por eso quiero reiterar muy firmemente el llamado que ante la indicación de evacuar zonas productos de incendios forestales, no lo duden. El fuego avanza muy rápido y las condiciones climáticas que hemos tenido tanto el día de ayer como el de hoy han hecho mucho más complicado el combate a los incendios. Mogelijk is het vuur vanzelf ontstaan door de extreme hitte en droogte van de laatste tijd. Toch denkt de politie ook dat sommige van de branden expres zijn aangestoken. Ha habido también una detención de una persona que estaba con una soldadura laborando y con esto generó que se prendiera también un fuego. Ondertussen verspreiden de vlammen zich over steeds meer gebieden. Het leger is zelfs ingeschakeld om de brandweer en de politie te helpen. Bijvoorbeeld door inwoners die gevaar lopen naar veiligere gebieden te brengen. En ook uit andere delen van Chili komt hulp. Reddingswerkers en spullen als eten en dekens worden naar het gebied gestuurd.